Waar gaan we precies heen? Hier zo? Dat zou mooi zijn. Heel goed, Enzo. Hoe krijg je het voor elkaar? Echt geweldig. Stomme noob. Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Enzo Knol en ik weet het, mijn snor, oh, die is echt verschrikkelijk, hè? Die is echt verschrikkelijk. Maar ik moet de hele maand november mijn snor laten staan, dus dat ga ik dan ook zeker weten doen. Als jullie met me meekijken op het scherm, dan zien jullie dat wij hier in de shop zijn van Fortnite. Nu ga ik deze kopen, de Summit Striker Pack. Je had hiervoor had je een andere die je voor 5 euro kon kopen, waar je 4 bucks kreeg en dus een skin. Die vond ik niet zo heel erg tof, maar deze vind ik echt heel erg kicken. Dus deze die wil ik wel eventjes aanschaffen. Nu wil ik eventjes het volgende aan jullie vragen. Hebben jullie nou iets dat je gaat aanschaffen op Fortnite? Dan heb ik het over 4 bucks. Dan zou ik het heel erg tof vinden als je mijn naam aangeeft bij het aanschaffen van 4 bucks. Dat is gewoon Enzo Knol 2, staat hier nu in beeld. Enzo Knol 2, als je dat intypt, helemaal voluit. Dus ook de 2 met TWEE. Als je dat gaat intypen, er staat dan in beeld support the creator, dan help je mij enorm. Het is heel erg simpel. Fortnite geeft mensen de mogelijkheid, YouTubers de mogelijkheid, of influencers, dus mensen die het spel spelen voor een groot publiek, de mogelijkheid om daar ook wat aan te verdienen. Dus op die manier kan je mij daarmee helpen. Laten wij meteen de nieuwe skin gaan instellen. Even kijken, waar staat die? Helemaal onderaan, ergens in het midden. Ah, ik heb ondertussen al zo verschrikkelijk veel skins. En ik krijg er ook een rugzak bij, blijkbaar. En ik heb deze gisteren vrijgespeeld, dus hier gaan we ook mee spelen. Dus we hebben een heel nieuw outfitje voor solo. Ik ben er helemaal klaar voor. YOLO. Nee, is dat niet meer in? Oké. Dan delp ik even. Is het ook niet meer in? Oké. Nou, we gaan hoor. Ik weet wat je denkt, Enzo. Je lijkt wel een zwerver met die muts en zo, dit zo. Of een hipster, of wat dan ook. Maar ik ben net uit bed en dit voelt goed en het zit lekker. Ja. Laten wij naar Plezante Parkje gaan. En eventjes kijken of wij daar iedereen... Nou, dat is. Oh, een ring. Een ring. Ik ga er doorheen. Oh, ik had hem nog net. Skydive door 5 ringen. Nou, ik heb ooit uit een vliegtuig gesprongen. Geen battlebus, helaas. Nee, het was echt heel vet. Ik heb ooit uit een militair vliegtuig gesprongen die 300 km per uur ging. Ah, dat was echt sick. Dat was echt sick. Doe het nooit meer. Oké, hallo. Hallo. Krijg ik alleen maar bandages. Terwijl iemand hierboven ondertussen gewoon dik een kistje heeft en alles. Wat is dit nou dan? Oké, een trap. Oh mijn god. Oké, lol. Ik plaats die trap echt nog geen seconde geleden. En er loopt al iemand naar binnen. Boom, dood. Geniaal. Oké. Nou, laten we dit zo volhouden. Volgens mij zit er wel iemand hierboven ergens. I'm not 100% sure. Ik heb een nieuwe pickaxe, dus zoals ik jullie vertelde. En ik vind hem best wel leuk. Ja. Zullen we hier naar boven gaan? Oh nee, volgens mij die persoon van het dak die kwam naar binnen lopen. Die had ik met een trap. Oh, daarboven zit helemaal iemand, joh. Jeetje. Ik hoop niet dat hij een... Ik hoor nog een kistje hier. Dat hij een sniper heeft. Ik moet mijn geluid even wat harder zetten. Want ik hoor dat kistje echt veel te laat. Zo. Volgens mij... Hey. Nou, wat is er met mijn aim, jongens? Wat is er met mijn aim, jongens? Oké, die is dood. Niet door mij helaas, maar hij is wel dood. Oké, oh, ik heb steen nodig, zo te zien. Oké, ik hoor ze daar echt zwaar schieten. En iemand anders op mij. Kijk, die is van mij. Nou, daar zit iemand. Oké. Okay. Nou, dat nieuwe wapen ga ik niet mee schieten. Die vind ik echt ruk. Zo,
Zo, wat heb ik veel hout. Kijk dan, joh. Oké, nu moeten we alleen nog minis hebben. Ik heb nog steeds geen 150 steen. Misschien kunnen we dat wel een beetje gaan verzamelen. Nee, je kan niet echt hier nice steen verzamelen, volgens mij. Dus ik doe het maar even op deze manier. Het gaat me wel lukken. Ik heb al 147. Ik hoef nog maar een klein beetje. Hoppakee. Zo, we hebben minis. Oh. Kom op. Nice, ik heb minis. Heel erg nice. Oeh. Oh, die zit op mij, joh. Wat zit die nou op mij te schieten, joh, gek? Die zit gewoon daarin. Wow, mijn helikopter is heel raar. Zien jullie dat? Maar ik weet een leuk trucje. Zal ik een trucje aan jullie laten zien? Weet je wat het trucje is? Ah! Oeh. Bijna. Als ik die had, jongen. Oh, dat was echt geniaal geweest. Eerlijk, zeg eerlijk. Dat was echt geniaal geweest. Als ik die had, hè. Dan hadden jullie vast wel een duimpje omhoog gedaan. Of doen jullie dat sowieso al? Ik daag jullie uit. Kunnen jullie binnen 2 seconden op duimpje omhoog drukken? 1, 2. Ah, ik ben benieuwd. Oké, deze heeft hier echt knijtje lang lopen campen. En die heeft ook alles hier beneden dichtgebouwd. Laten wij hier wel weer weggaan. Want ik heb geen zin om net als hem te gaan campen. Destroy rocks. Oh, wauw. Ik moet gewoon 25 stenen. Ik moest gisteren al 50 bomen kapot maken. En nu 25 stenen. Ja, we kunnen nu eigenlijk net zo goed nog even minis halen. Vinden jullie niet? Ja, we gaan nu niet meer lopen, hè. We gaan voor elk stukje gaan we nu eventjes... Hey, kijk, dankjewel. Thanks, my brother. We gaan voor elk stukje gaan we nu gewoon bouwen en vliegen. We gaan niet meer lopen. Ja, ik wil wel graag tier level 100 worden. Dus ik ben wel een beetje aan het focussen nu op die challenges. Ik weet niet of jullie daar een beetje mee bezig zijn, maar... Ik bedoel, 24 dagen nog voordat het seizoen voorbij is... Die dagen gaan snel, kan ik jullie vertellen. Die dagen gaan echt heel snel. Ah, kijk. We hebben een nieuwe Rift to go. Oh, daar gaat iemand door de rift. Ja, soms zie ik die mensen dan niet. Hij is... Oh, kijk. Daar zie ik hem. Oh, hier hoor ik iemand. Zo, die lekt. Hij blijft er gewoon op zitten, joh. Of ligt het aan mij? Oh, dat gaat hij doen dus. En zijn jullie klaar voor poging 2? Gaat hij nou weer wegrijden? Ga jij nou wegrijden? Yo, wat lek jij? Ga maar dood, goed zo. Zo, die had een partijtje lek, jongen. Holy shit. Zo, heb jij een hamstertje die aan het rennen is voor je internet? Want dan rent hij niet snel genoeg, hoor. Dan kan je beter een ander huisdier nemen dan een cavia of een hamster. Oké, nou, bedankt voor je item in ieder geval. Daar ben ik heel erg blij mee. Even kijken, wat hebben we daarin zitten? Ik heb nog 4 minis, dat is nice. Cirkel komt er over 40 seconden aan. Oh, ik kan hier upgraden. Nice. Ik kan mijn AR upgraden. Daar ben ik wel blij mee. Ik heb ook nog maar 17 kogels. En hier krijg ik ook kogels van. Deze is echt goedkoop trouwens. Hoppa. Meteen 30, 40 kogels in totaal. Dat is mooi. Ik blijf die Impulse Shockwave Grenades echt geweldig vinden. Oké, laten we hier maar weer omhoog gaan. En dan nemen we een rift. En dan gaan we richting Da Circle. Nu is de vraag van vandaag... Of eigenlijk gewoon van nu. Waar gaan we precies heen? Hier zo? Dat zou mooi zijn. Heel goed, Enzo. Hoe krijg je het voor elkaar? Echt geweldig. Stomme noob. Nou, komt-ie. Deze keer wel.
Hij doet het gewoon nog een keer. Hij krijgt het voor elkaar. Enzo Knol wel hoor, dames en heren. Kom dat zien. Alleen op Enzo Knol 2. Ja, nu ga ik geen risico's meer nemen hoor. Nu ga ik gewoon... Hoppa! Jongen, jongen. Oké, dit is echt perfect in the circle. Zo, dan maakt hij veel minder lawaai als je zo zijwaarts gaat. Nu maakt hij echt pokkenveel lawaai en dan in één keer stopt hij zo wat. Oké, dit is een mooi plekje, hè? Ja, mooi plekje, ja. Zit daar iemand in? Want dan ben je niet langer veilig, hoor. Ik ben er nu. Hallo, hallo. Hey, we gaan wel goed trouwens met deze skin, hè? Eerste keertje. Is hier iemand in de buurt? Laat u horen. Dan gaan wij wat kogels doorboren. Ja, dat vind je niet leuk, hè? Nee, dat iemand van achter is hier, dat vind je niet leuk. Nee. Nee, ik ga jou eventjes het lastig maken, vriend. Holy shit! Met wie heb ik te maken, joh? Met Nia of zo? Dat is normaal, joh. Ik zie daar ook iemand. Ik heb bijna geen kogels meer. Oh, je gaat gewoon even een leveltje lager. Oké. Oh, kijk, daar zit ook iemand. Hier hoor ik ook iemand. We gaan nog druk krijgen hier zo. Ik heb zo'n gevoel dat deze naar mij toe gaat. Oh, daar is die. Oké, nou, ik heb ze wel allemaal even een hitje gedaan. Is toch leuk, hè? Even een paar hitjes hier, een paar hitjes daar. Oké, die gaat ook naar beneden. Ze gaan allemaal weg. Oh, er is hier iemand beneden, joh. Nee, joh. Dat meen je niet, joh. Hoe werd ik gehit? Oh, hij gaat in mijnen. Maar ik ga er gewoon nog een keer in. Ja, dan zorg ik toch dat ik altijd boven blijf. Oh, hij is hier nog steeds. Hij is hier. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? We gaan hier weg, dat gaan we doen. Zo, even minis innemen. En dan hier even naar boven. Ik heb nog genoeg hout, gelukkig. Ah, deze kan ik op zich best wel gebruiken. Tu-tu-tu-tu-tu. Hoppakee. Ja, waar gaan we nu heen? Ik heb wel 4 kills gemaakt, maar ik merk dat ik niet in topvorm ben. Dus winnen, dat ga ik waarschijnlijk niet doen. Ja, we moeten gewoon richting de cirkel. We kunnen daar wel heen gaan. Ik moet uiteindelijk omhoog. Oh. Oh, daar heb je hem eigenlijk wel mee geholpen. Dankjewel. Flik jij me nou dan? Dat dit goed gaat, hè?
shit, achter mij. Dit vind ik nou weer zo jammer. Dat er iemand achter mij komt. Oh, die had ook zoveel levens nog. Kijk, joh. Oh, zevende zelfs. Wat waren er nog veel over, joh. Voor zo'n kleine cirkel. Maar ik heb mijn best gedaan, dames en heren. Ik heb weer gestreden vandaag. Ik heb mijn best gedaan. Maar heel erg bedankt allemaal weer voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan check jullie basis morgen bij een nieuwe video om 5 uur.